Ik vind sowieso sterrenkijken ontzettend mooi. En als er nog iets extra's bijzonders aan de hemel staat, dan kijk ik graag omhoog. Ja. Deze dagen is het misschien wel mogelijk om iets heel bijzonders te zien aan de sterrenhemel. Want er zou een komeet met het blote oog zichtbaar kunnen zijn. En daarom werd er gisteravond bij de Sterrenwacht in Buslo al naar de lucht getuurd. Met een speciale app op de telefoon wordt er gekeken waar de komeet aan de hemel te zien zou moeten zijn. De komeet komt op een afstand van ongeveer 71 miljoen kilometer langs de aarde. En voor sterrenkundige begrippen is dat dichtbij. Dit soort kometen, deze heldere zeg maar, die zie je misschien eens in de 25, 30 jaar. De laatste hele grote die ik gezien heb, dat was in 1996, komeet Hale-Bopp. Dus dat is inmiddels al bijna 30 jaar geleden. De komeet en een bijbehorende lezing bij de Sterrenwacht trekt allerlei belangstellenden naar Buslo. Ik vind sowieso sterrenkijken ontzettend mooi. En als er nog iets extra's bijzonders aan de hemel staat, dan kijk ik graag omhoog. Ja. Maar uiteindelijk is er niets te zien. De komeet staat te laag aan de horizon om hem te kunnen waarnemen. Dus ik denk dat we nog wel 1 of 2 dagen moeten wachten.